Ismael Lotz is filmmaker, maar vanaf nu ook kunstenaar. Zijn project Are You Now is namelijk te zien in Wallhouse bij de Hoornse Meer. Bij Are You Now heeft Ismael al meer dan 250 mensen gefilmd die in stilte 3 minuten in de lens van zijn camera kijken. Dat project was alleen online te zien, maar nu dus ook in Wallhouse. Het Groningen Museum belde Ismael namelijk of hij het tentoon wilde stellen. En zo werd de filmmaker ineens kunstenaar. Ja, heel maf. Ik stond hier in deze ruimte, ongeveer waar Joris met de camera staat. Gea die stond hier en ze keek me aan en ze zei van... Nou Ismael, jij mag het zeggen hoe je het wil inrichten. Jij bent de kunstenaar. Gea, wat zei je? Kunstenaar? Ja. Heel tof. Grandioos eigenlijk. Vanwege de coronamaatregelen is Wallhouse nog dicht. Als alles mee zit, kunnen mensen vanaf 9 juni ook weer naar een museum. Ismael kijkt ernaar uit. Het moet nog open gaan, dus maar ik hoop dat mensen even stilstaan. En even gewoon dat wat ik eigenlijk met die films beoog. Hè, gewoon op dat moment met iemand dat filmen, zeg maar. Dat iemand even stil gaat staan en even die gedachtes laat gaan, weet je wel, dat het wolkjes zijn en dat het gewoon eigenlijk een soort van mini-meditatie is. Dat hoop ik dat mensen dat hier ook hebben. Er is ook een tv te zien waarin Ismael de reacties van de mensen filmt na de 3 minuten. Jeetje, het is bijna meditatief of zo, hè? Dit ding, het gaat gewoon zo in je hoofd. Het film je ook zeker nu. Ja. Nou, ik vond het heel zwaar. Ja? Ja, ik vond het echt heel erg, maar wel mooi om mee te doen, maar ik vond het ook zwaar. Waarom zwaar? Nou, die 3 minuten, joh, dat is lang voor iemand. Mond houden, mensen eromheen. Wat wil je dan uitstralen? Wil je zeker zijn? Wil je onzeker? Ga je in één keer over nadenken, terwijl het echt helemaal niet zo is. Ismael is erg nieuwsgierig naar de reactie van mensen. Dat zal per persoon verschillend zijn. Ik bedoel, de een kijkt ernaar hoe iemand gefilmd is en misschien wat meer technisch. De ander die zal misschien meer geboeid zijn van, hey, dit is, wauw, weet je, dat je echt iemand aan kunt kijken. Ik kijk jou nu ook recht aan, maar dan kijk je, je kunt dus iemand ongegeneerd lang in de ogen kijken zonder dat je denkt van, oh, die ziet mij, want je weet het wel, die ziet mij niet, maar toch kun je dat gevoel wel krijgen als je daarvoor staat voor zo'n scherm en levensgroot iemand dan aan kunt kijken. Om echt te zien hoe mensen erop reageren, kan dus waarschijnlijk vanaf 9 juni, als de coronamaatregelen versoepeld worden.